Een hele, hele, hele goede zondagmorgen. Welkom bij de Stofjes, lieve YouTube-kijkers. Oh, zondagmorgen. Was een goede vandaag. En het ging erg lekker. Ik weet niet of dat dan inderdaad toch komt dat ik gisteravond bij Thijs naar bed ben gegaan. En gewoon lekker gevoel. Ik heb zelfs twee rondjes onder de 6 minuten gelopen. 5:55, 5:54. Dat is lekker. Gemiddeld kwam ik uit op 6 minuten 4. Dus ja, dat was. Ja, 6 minuten 4 seconden. Ja, goed. In ieder geval. Ja, het was gewoon lekker. Dat was precies wat ik een keer nodig had. Gewoon even zo'n lekker gevoel dat je. Ja, dat, je het wel degelijk, dat het wel degelijk kan. Dat je de tempo kan lopen. En. Ja, het gevoel. Misschien dan toch inderdaad met te weinig rust de vorige keren. Denken dat je goed zit en dat het allemaal wel kan. Maar het kan dus blijkbaar niet. Je hebt toch meer rust nodig, blijkbaar. Misschien een leer, zodat ik denk dat ik volgende week weer ga kijken. Volgende week weer ga proberen. Vroeg naar bed, kijk wat er nou uithaalt. Het kan natuurlijk een toevalstreffetje zijn vandaag. Dat het gewoon eventjes net lekker valt, net lekker doet. Ik weet het niet, maar het was wel fijn. Erg fijn. Ja, want we hebben gisteren wel een feestje bij ons thuis gehad. Maar daar heb ik deze keer niet aan deelgenomen. Een hoop jongelui achter in de tuin. En het was gezellig. Dat hoor je dan, of dat het gezellig is, ja of nee. Of dat het een beetje baba is, maar... Nee, ze hadden het leuk. En er zouden er maar een paar komen. Dat was dan zeg maar de vriendin van mijn zoon, die dat dan vierde. Ik nodig niet zoveel mensen uit. Het was zijn tel, kwam ik uit op een man of 10. Nou, ik geloof dat er gisteren wel 25 achter in de tuin stonden. Want daar ken ik mijn zoon niet. Die zegt al van, joh, weet je, 10, doe maar die. Het is goed. 10. Ja, niet dus. Maar goed, geeft niet, maakt niet uit. Zo'n feestje. Was gezellig. Dus, maar nogmaals, ik ben er niet, verder niet bij geweest. Ik heb verder gisteravond ook helemaal, ja, ik heb één barcootje op. Dus verder ook niet echt dik aan een bier gezeten of zoiets dergelijks. Gewoon lekker chill, rustig aan, bij tijd zijn bed. Ja. Misschien is dat het nieuwe zaterdagavond, gewoon tijd naar bed. Met deze leeftijd. Papa. Maar goed, we zullen het wel zien. Nou, we hebben een zonnepraatje, eventjes lekker lol. Voor de rest, ja, wat staat er voor de rest? Nou ja, de komende maand is natuurlijk wel even een enkel maandje. Tenminste, over een goede 2 weken was het moment van mijn moeder, zeg maar. Dus ja, dat zit er ook aan te komen. Daar lopen we ook in. Is alweer een jaar geleden. Godverdomme, we hebben tijd gehad. Absurd. Echt absurd eigenlijk. Maar goed, het is niet anders. Dus ja, dat is er ook nog. Dat zit er nog aan te komen. Dus we zullen wel zien hoe dat gaat uitpakken. Dat is nog eventjes over 2 weken. Dus we kijken wel. Nou, ik ben weer thuis. Het was weer een korte. Het was weer een waar genoegen. Om dit eventjes te kunnen delen. Dat het lekker ging vandaag. Dat ik gisteravond op het tijdenbed ben geweest. En dat ik voor de volgende week even ga kijken wat ik daarmee ga doen. Nou, ik zou in ieder geval zeggen van even een duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Er kunnen er nog veel meer bij. Er zijn er veel te weinig die er nog niet geabonneerd zijn. Dus even abonneren. En dan komt het helemaal goed. En dan gaan we... Nee, laat maar. Maakt niet uit. Ik ga vandaag trouwens niet naar de gym.
Want we moeten gaan spelen in, tegen Longa en dat is een eindje rijden. Moet al om 10:30 moet ik alweer bij Juliane zijn, dus is te weinig tijd. Dus voor deze sluit ik nu af met de hele korte en bekende ciao. Tot de volgende keer. See ya. Next Sunday. Bye. Ciao.